Wat is eigenlijk föhn? Föhnwind komt vooral voor in de Alpen. Volgens de definitie is het een droge en warme wind aan de leizijde van de bergen. Dat wil zeggen de kant van de bergen waar de wind naar beneden stroomt. Op de toppen is het dan vaak stormachtig. In de dalen zijn de winden merkbaar door de droge lucht, die zonnige weersomstandigheden en een goede zichtbaarheid veroorzaken. Tijdens een klassieke föhnsituatie is er een zeer sterke zuidelijke stroming in de Alpen, dat respectievelijk ontstaat tussen een lage drukgebied over Frankrijk en een hoog boven de Balkan. De lucht in de lagere atmosfeer stapelt zich op tegen de zuidelijke Alpen en blijft daar hangen. Daaroverheen stroomt de lucht als een waterval over de bergen en daalt vervolgens af. Dit proces haalt het vocht uit de lucht en leidt tot warme en droge weersomstandigheden in de dalen. Gelijktijdig vormen zich golven tijdens deze stroom over de bergen. Dit is vergelijkbaar met een steen in een rivier. Soms vormen zich wolken in deze specifieke golven. In de lucht lijken het dan kleine UFO's of lenswolken te zijn. Dit worden lenticulariswolken genoemd. Overigens komt föhn niet alleen voor in de Alpen, maar ook in veel middelgebergten. In het geval van een zuidelijke stroming warmt de lucht bijvoorbeeld op aan de noordzijde van de Eifel, het Sauerland en het Thüringer Wout.